situation heat. Break it. Hallo allemaal. Ik weet het heel lang. Mama. Oh. Hallo allemaal. Ik weet het heel lang geleden is. But today maak ik een nieuwe video. Ja. Ik ga gewoon cadeautjes inpakken. En ja, het is nu eigenlijk vakantie. Dus ik heb meer tijd om video's en vlogs te maken. Het is vandaag 24 december, dus gewoon kerstavond. Morgen vieren wij pas echt kerstmis met heel de familie. Vandaag ben ik hier gewoon aan het chillen met mijn mama en we gaan cadeautjes inpakken. En morgen is het pas echt feest. Maar mijn mama is heel naar mij te kijken, dus ik ga denk ik gewoon, ja. Ja, mijn mama. Oma moet zij voor alle kleinkinderen cadeaus kopen. Ik zal jullie leren vandaag, ik ga jullie leren, hè. Heel erg simpel. Dus kijk, heb je gewoon inpakpapier? Huts en nevouw, doe normaal en nevouw. Knullen op mijn hoofd en ik space en nevouw. Huts en nevouw, doe normaal en nevouw. Knullen op mijn hoofd en ik space en nevouw. Huts. Doe normaal en nevouw. Huts. Ik ga erop Guys, dit is het resultaat. Wat staat erop? Waar? It's Christmas! Santa Claus is coming. Santa Claus is coming to town. Bon, ik weet niet waarom ik zo excited ben. Because gisteren voelde ik niks van kerstmis. But now all of a sudden, because I smell the food. Even serieus. It's Christmas! De persoon die mij heeft. Alles behalve sok, alsjeblieft. Merry Christmas, you guys. I hope God blesses y'all. En niet alleen Merry Christmas, Merry Holidays. Because I won't be posting this on Christmas. Because. Yeah, editing and stuff. But like, just Merry Holidays. Merry. Hey! Happy Holidays. I got healed. You guys, it's done. We're done. This is the result. So yeah, that's it. Wat is dit? Cutie booty. Hey Jaylee. We got Miss Sarah with us as well. Good morning, you guys. Het is weer de volgende morgen nu. Het is nu. Het is vandaag, het is vandaag 26 december en ja, even recap van gisteren. Veel eten, dus gewoon familie die langs was gekomen. Dat was nice, leuke muziek, gedanst, leuk gepraat. Dan de cadeautjes, oh my god, als ik jullie zeg, ik had stress. Ik had echt stress. Ik dacht, van ja, alsjeblieft geen sokken of pyjama of weet ik veel wat. Maar mijn broer had mij gekozen, Gerson. En hij heeft echt een super mooie blazer voor mij gekocht. En een broek, een pantalonbroek van de Zara. En ja, vandaag is het een nieuwe dag en vandaag is Leila's jarig. Die dat ik deze ga uploaden is al lang haar verjaardag niet meer, maar nog steeds happy birthday, Leila. Ik denk dat ik vandaag ook een beetje ga vloggen. Ik ga echt niet zoveel doen vandaag. Ik ga deze editen, zodat ik al een beetje heb gedaan. En dan gewoon, ja, Leila haar verjaardag. Zo ja, ik ga jullie meepakken. Oh, dat was goed. Ja, ja. Leila, zeg Ik ben zo'n nebouw! Dit is
Zeg Ginja, is dat nou gedaan met die vlogjes? Alleen wilde jij niet op de camera, je kunt bekend worden, hè. Zeg, alsjeblieft, zeg. Ik ben nu meugzat, vriend. Meugzat? Ja. Wat is dat nou weer? Ja, meugzat, hè. Zeg, dat is een... Hoe heet dat? Dat is een pleonasme, hè. Dat is een tautologie. Twee keer hetzelfde zeggen. Meugzat. Ja, ik weet niet wat dat betekent, hè. Snap, als je zegt, elke zwangere vrouw die een kind verwacht. Datzelfde, hè. Twee keer hetzelfde. Maar jij... Yeah. Wat blieft? Focus de geheim maar op de weg, hè. Ja. Young man, what the problem? Go on, work it. Yeah, anytime, situation, he, work it.